Hey, wat goed dat je kijkt en welkom bij Word ik er geil van? Het programma waarin wij kijken of we geil worden van de dingen waar jullie geil van worden. Ja, en hoe test je iets beter dan door het gewoon te doen? Wow. Dus Jur, zijn wij de onderzoeksjournalisten die alles over hebben voor de wetenschap? 120% ja. Yeah! Hey. Hallo zeg! Goedendag heren! Ik ben Kito Kriebeltje uit België. En ik word heel van kietelen en gekieteld worden. Oh. Oké, maar laten we even bij het begin beginnen. Want wanneer was nou het eerste moment dat jij erachter kwam dat kietelen, dat vind ik lekker? Ik vond het wel een soort vlinderbuikgevoel als ik als kind bij spelletjes door kameraadjes of vriendinnetjes gekieteld werd. En wat is dat gevoel dan dat je zo lekker vindt aan gekieteld worden? Dat je een gevoel krijgt van, ha, dat is leuk, een lekker gevoel. Maar tegelijkertijd, als het wat verder gaat, begin je dat gevoel te haten. Oh, en ja. Dan toch wil je terug opnieuw dat het doorgaat. Wat laten we zo de kietelvingers zien? Is er nog een soort van kieteltechniek? Je kunt knijpen. Je kunt zo doen. Je kunt het zachtjes doen. Je kunt zo over en weer gaan. Oh. Maar ik zie twee tepeltjes voor me. Ja, toch? Ik ook. Ja, oké. Okay. Oh, yes. Maar is het zo dat jij bijvoorbeeld kan klaarkomen van alleen kietelen? Dus zonder ergens aan te zitten? Ja. Echt? Iemand zien gekieteld worden. Wow. Ja. Er staan ook video's voor. Van Iver, iemand zien gekieteld worden, dat wint mij op. Dus echt, als iemand jou dan aan het kietelen is, dan kan je gewoon daarvan klaarkomen? Ja. Geweldig, toch? Ja. Hey, en wat zijn een beetje de stappen die je moet doorlopen om tot dat hoogtepunt te komen? Je kunt zachtjes aan licht beginnen, met een veertje bijvoorbeeld. Omarm het, adem het weg. Daarna doe je een blinddoek om. En dat heeft het voordeel dat je al niet weet wat er zit aan te komen en met wat je gekieteld wordt. Oké. Okay. Oh. Maar je schrikt al van mijn stem. Dan de laatste fase is, je zit vast. Je kunt ergens heen. Je bent overgeleverd aan de wil van je kietelaar. Een nachtmerrie. Ja. Of? Voor jou. Maar een nachtmerrie waar veel gelachen kan worden. Stop! En heeft u nog een paar laatste woorden? Ik zou zeggen, geniet ervan. Oké. Okay. Oké. Okay. Onze geilaards gaan beginnen met de test. Aan het eind maken ze de balans op en rolt er een score uit tussen de 0 en 10. Allereerst zijn er 5 meetbare punten. Verandert je hartslag? Ga je zweten? Word je stijf of nat? Gebeurt er iets met je ademhaling? En word je rood? Maar geiligheid zit vooral tussen je oren. Dus de laatste 5 punten geven onze geilologen aan de hand van hun eigen mening. 5 punten als ze verliefd zijn op het idee en 0 punten voor, nou ja, dat begrijpen we wel. Laat de test beginnen. Nee, niet in. Ja, doe heel even rustig eerst. Bouw het even op. Ik word helemaal naar. Ja, we moesten het opbouwen. Sorry, daar had ik niet aan gedacht. Gaat het okseltje in? Ja, het okseltje is weer heel naar. Het kietelt wel een beetje, maar... Ja, dat kietelt ook best. Ja. Dit is wel een lekkere kriebel, hoor. Omarm het, adem het weg. Oké, ik denk dat we deze stap wel hebben aangepakt. Op naar de volgende fase. Oké. Ga maar zitten. Oh my god, hier zitten zulke geweldige dingen in. Maar je weet dat alles wat je nu bij mij doet, ik jou 10 keer zo hard teruggeef, hè? Tussen je teken. Oké. God, dit is zo'n heftig gevoel. Maar je schrikt al van mijn stem. Ik word soms helemaal duizelig achter dit doekje, echt. Er zit zoveel spanning in mijn lijf. Zullen we alsjeblieft naar de laatste fase? Oh, ik vind wel echt dat je het steeds beter doet. Ja, het martelbed, fase 3. Jeetje, wat is dit nou helemaal, joh? Oh, nee.
dan nu de laatste stap. Oh. En daar gaat je zicht. Oh, nee. We gaan hierboven beginnen. Rustig, ontspannen. Oh. Dit is groen, dit is groen, ja. Ah, nee, ik vind het wachten het engst. Stop! Is dat waar we heen moeten? Dat schreeuwen? Oh, dit is ook heel naar. Dit is oranje hoor. Ik voel me ook een soort gekkie dat ik heb zo. Oranje! Ik wil gewoon dat het klaar is. Oké, we doen een volledige laatste minuut. Maar ik wil in die minuut volledige overgave. Ja, 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 ja. Ja? Nee, niet zo! Alles door elkaar heen. Nee. 1 minuut voor je. 30 seconden. Nog 30 seconden. Nee, stop! Nee, ik wil rood! 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 Ik ben op! Rood, haal dat ding van mijn hoofd. Heb jij je hoogtepunt bereikt hierin? Ja, echt. Mijn high. Mijn high heb ik. Mijn natural high. Okay, de angst in je oog. Nog een keer! Oh, dat mag ook eigenlijk helemaal niet. Ik ben echt klaar. Dat is lekker, ik ben echt klaar. Nee! Ik ben echt klaar. Het codewoord. Rood, rood, okay. Donkerrood. Maar wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt de hel op aarde. Het was echt de hel op aarde. En ik vind het ook echt heel erg dat wij dit hebben moeten doen. En dat het is gefilmd. En dat jullie waarschijnlijk hebben zitten lachen terwijl wij dit moesten omgaan. Het was echt vreselijk. Vond ik ervan. Jij? Ik denk dat pijn veel beter te verdragen is dan dit. Pijn, daar kan je doorheen ademen. Daar kan je iets mee. Hier kan je niks mee. Oké. De conclusie. De conclusie. Ging je hartslag omhoog? Mijn hartslag ging extreem omhoog. Ja, dus van mij ook. Ja. Van jou ook. Ademhaling? Ademhaling ging extreem omhoog, dus ja. Ja, mijn ook. Zweten? Ja, ik ging extreem zweten. Ja, ik voel mijn hand. Je zit gewoon helemaal vocht zitten bij jou. Het is gewoon nog steeds die spanning in mij. Maar echt, echt, mijn hele shirt is helemaal nat. Ja. Dus dat is een ja? Ja. Rood worden? Nee, ik had niet dat ik daarvan rood werd. Nee, ik ook niet. En kreeg geen stijf piemetje? Nee. Absoluut. Nee, jij? Die van mij ging naar binnen ongeveer. Die was bang. Ja, ook bang om gekieteld te worden. Nee, ik vond dat dus echt wel lekker. Als jij helemaal vastgebonden ligt en ik kan alles doen wat ik wil, dan krijgt het daar wel 1 punt voor. Want voor de rest zou ik het nooit, nooit meer ondergaan. Nee. Nooit meer. Nee, ik geef het dan een halve punt. Maar meer ook omdat ik het zo leuk vond om te doen. Maar ik werd er niet geil van. Nee. Helaas. Maar we hebben wel echt gelachen op een hele vervelende manier. Niet geneukt. Nee.